Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik ga jullie vandaag wat meer vertellen en laten zien over de nieuwe Stokke Explory X Signature lijn. Dit is een special edition. Dit is ook een gelimiteerde voorraad hiervan en daardoor maakt het hem zo uniek. Je kan natuurlijk al zien achter mij dat het gewoon komt door de fantastische afwerking en de kleurencombinaties die ze hebben gebruikt. Verder is het nog steeds gewoon de superfijne Explory X zoals we gewend zijn van de normale kleuren. Wat wil ik daar precies mee zeggen, is dat de Explory X natuurlijk zo ontwikkeld is voor ouder en kind om altijd dicht bij elkaar te zijn en dat het gewoon helemaal aanpasbaar is voor allebei. Het heeft namelijk mee te maken door het unieke frame wat Stokke heeft gebruikt, is niet alleen om een stijlicoon te zijn, maar hebben ze ook gewoon echt over nagedacht dat het ook fijn is voor als ouder zijnde. Je kan namelijk de duwstang helemaal op hoogte verstellen en je kan hem ook nog kantelen, zodat je het ook echt helemaal kan instellen zoals je het zelf fijn vindt. Door middel van de achteras die ze hebben gebruikt, is het ook als je dus wat langer bent of juist als je lekker van doorlopen houdt, gewoon je pas kan blijven afmaken, dat je nooit tegen je kinderwagen aan kan lopen. Ze hebben bij deze kinderwagen de boodschappenband echt in het frame gemaakt, zodat het niet als een los artikel eruit ziet, maar dat het echt bij de kinderwagen hoort. Maar ze hebben daar nog iets heel slims mee gedaan. Je kan namelijk de boodschappenmand eraf klikken van het frame. En op het moment dat je de zitting gebruikt en die staat van je af, dan kan een kindje het opstapje gebruiken op het frame om makkelijk in de zitting of juist eruit te komen. Waardoor het dus gewoon ook weer ergonomisch is voor het kindje, maar ook gewoon extra makkelijk dat ze er zelf in en uit kunnen komen. Nou, wat Stokke ook heel uniek heeft gedaan, wat eigenlijk nog helemaal niet veel andere kinderwagens hebben, is dat je zowel de wieg als de zitting kan aanpassen op hoogte. Dan kan je er dus nog steeds voor zorgen dat je de wieg en de zitting zo op hoogte installeert dat je nog steeds contact met jouw kindje kan hebben. Dat is namelijk best wel iets unieks wat hun hebben gebruikt in hun kinderwagen. Bij de zitting hebben ze daar nog iets extra's aan toegevoegd, zodat het helemaal aanpasbaar is voor je kindje. Ze hebben er namelijk gebruik van gemaakt van een klein kussentje die in de zitting zit, waardoor als je net gaat wisselen van wieg naar zitting, dat ook een kleine kindje volledig goed aansluit in de zitting en niet te veel gaat schuiven. Op het moment dat het kindje gaat groeien, kan je het kussentje er gewoon uithalen en je kan de zitting ook gewoon tot 22 kilo blijven gebruiken. Doordat je het voetensteuntje onderaan de zitting aan kan passen, kan je hem dus ook helemaal pasbaar maken voor het kindje zelf, zodat hij altijd in de meest ergonomische hoek zit. De zitting zelf kan je natuurlijk ook nog steeds in verschillende kantenposities zetten, zodat het ook voor het kindje fijn is of dat hij even wil slapen of juist liever rechtop wil zitten. Nou, Stokke heeft in zowel de wieg als de zitting gewerkt met een speciale finish op hun stof. Dat zie je niet vanaf de buitenkant, maar dat is een waterafstotende stof. Dus als er water of regen op komt, dan loopt dat eigenlijk gewoon van je kinderwagen af. Het is natuurlijk hartstikke fijn dat als je buiten loopt en het begint net even te regenen, dat niet gelijk heel je kinderwagen zeiknat is. Daar hebben ze gewoon heel slim over nagedacht, zodat je gewoon die eerste druppels prima met je kinderwagen gewoon buiten kan blijven lopen. Nou, wat ik al zei, verder is eigenlijk deze kinderwagen gewoon echt de Explory X. Maar ze hebben er gewoon heel erg over nagedacht qua stijl en design. Dat is gewoon echt wat het al was, een eyecatcher. Maar het is nou nog unieker. Ook omdat er dus maar een paar kinderwagens van gemaakt worden, is het gewoon echt wel iets heel speciaals wat je hebt in deze kinderwagen. Nou, dit was eigenlijk alles al wat ik jullie kan laten zien over de nieuwe Stokke Signature collectie. Als je nog vragen hebt of als je hem graag in het echt wil zien, kom dan even langs naar de winkel. En als je deze soort filmpjes leuk vindt, abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken!